Winterswijk heeft nieuwe plannen voor natuur, groen en landschap. Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdag 5 april in het gemeentekantoor werd er op dit conceptbeleidsplan een toelichting gegeven. Dus het is een belangrijk document, want daarin staat heel veel opgeschreven over hoe wij in de toekomst als gemeente willen omgaan met ons landschap, met de natuur, maar ook met het groen in de kern. Dus het is een belangrijk document. Het is een document dat ook bedoeld is, geschreven is, zeg maar, om uitnodigend bedoeld. Daar ligt eigenlijk de focus op. Het oude LOP was nogal statisch, zeg maar, een heel dik pakket. Maar we deden eigenlijk er niet zo heel veel mee. En het doel hiervan is eigenlijk om het toch wat toegankelijker te maken, ook met middels kaarten en makkelijk op internet op te zoeken, zodat we er ook echt wat aan hebben, zeg maar. Arjen Poelmans, beleidsadviseur Ecologie, Landschap, gemeente Winterswijk, gaf toelichting op het beleidsplan. Zo op de toekomstvisie, het stimuleren van verbeteringen, landschap, natuur en groen. En binnen het landschap behoud van waardevolle elementen en waarden. De natuur, zoals het vergroten van de biodiversiteit en bij beleving, stilte, donker en zandpaden. Ga daar zorgvuldig mee om, was zijn advies. En als laatste werd behandeld de kwaliteitsatlas. Na afloop spraken wij nog even met Arjen Poelmans en wij vroegen hem onder andere of een landschapsontwikkelingsplan aan een bepaalde tijd is onderhevig. Ja, maar dat hangt ook een beetje af van de ontwikkeling die er spelen in het landschap. Gert-Jan de Gronde gaf net ook al aan eigenlijk dat een landschapsplan eigenlijk ingaat op de veranderingen in het land, ontwikkelingen. En daar zal dit plan ook op inspelen. Dus het is geen statisch plan, maar het zal zich eigenlijk mee bewegen met de ontwikkelingen die spelen in het landschap. Momenteel hebben we een aantal actuele thema's die spelen. Onder andere afname van insecten, teruggang van biodiversiteit. Ja, dat zijn echt thema's die je nu in zo'n nieuw beleidsstuk onder de aandacht kunt brengen. En waar je ook als gemeente en de bevolking op in kunt spelen en ook een bijdrage aan kunt leveren. Het is eigenlijk uiteindelijk een plan die voor iedereen bruikbaar moet zijn, die zich op een of andere manier in het landschap van Winterswijk beweegt of gebruik van maakt. Ja, u zegt het moet werkbaar zijn voor iedereen, maar die reactie kwam ook al uit de zaal. Een agrariër zit niet te wachten op houtwallen en heeft liever een land aan één stuk. Daartegenover strookt dat niet als je kijkt naar de cultuurhistorie. Hoe gaat de gemeente hiermee om dat in balans te houden? Nou, in dit geval is zeg maar, hè, we zijn allemaal trots op het Winterswijkse landschap. Juist om die kleinschaligheid, ja, dat moet je wel gewoon koesteren. En dan zullen bepaalde functies er wel in zich in moeten voegen eigenlijk. Dus dat betekent dus dat je die waarde van het landschap wel overeind moet houden. En ook echt dat moet uitspreken. Kan er bezwaar worden gemaakt tegen dit beleidsplan? Het plan ligt nu ter inzage tot 13 april. Het plan kan gewoon gedownload worden van de gemeentesite en dan kan er schriftelijk op gereageerd worden. Bestaan er ook subsidies voor particulieren welke een aanplanting willen doen, welke juist het cultuurlandschap versterken? Ja, daar hebben we voor de subsidieregeling landschap. Alleen die is over 2 weken loopt ten einde. Dan gaan we een nieuwe aanvragen en die zal ergens in juni, juli beschikking komen en dan zal er voorlichting komen over dat nieuwe subsidiestelsel. Op welke wijze eigenlijk mensen dan bij kunnen dragen aan het landschap en wat die regeling inhoudt. Heeft de provincie ook invloed op het groenbeleid van een gemeente? De gemeente heeft een provinciaal beleid. En op sommige vlakken is dat eigenlijk leidend en zul je daar met je gemeentelijk beleid op aan moeten sluiten. Voor het landschapsbeleid hebben ze een agenda landschap opgesteld. Die is in januari 2018 vastgesteld. En daar staan ambities in. En wil je daar als gemeente zijnde ook iets mee kunnen doen, ja, dan is het wel handig om daar ook op aan te sluiten. En er zijn ook echt thema's zoals biodiversiteit, die de provincie ook belangrijk vindt en op de agenda zet. Zodat wij bijvoorbeeld vanuit de gemeente daar ook op aan kunnen sluiten. En tot zover ons extra nieuws van deze week. Maandag kunt u weer een geheel nieuw programma verwachten. Maar voor het zover is hier eerst nog onze reguliere wekelijkse uitzending.